Dames en heren, aan de orde is de actuele vraag van de heer Jurgen Verstrepen tot de heer Peters, minister-president, over de positie van minister Moerman na nieuwe persberichten betreffende de werking van haar kabinet. Ik wil erop drukken dat het een vraag is aan de minister-president en dat het gaat over de positie van de minister na nieuwe persberichten betreffende de werking van haar kabinet. De heer Verstrepen heeft het woord. Geen twijfel over de duidelijkheid van de vraag. Meneer de minister-president, ik weet niet of u vandaag al dit magazine heeft gelezen. Ik mag de naam zeggen hier, Knak. Dat is hier een product. Heeft u het gelezen vandaag? Er stond iets interessants in, de populairste 4x4 en dat Leterme onder toezicht moet geplaatst worden, staat hier. Maar er was nog iets anders, namelijk, ik citeer alleen de titels. Dus u zal er vlug vanaf zijn nu. België, de affaire Moerman, een Vlaamse ziekte, politieke benoemingen, vriendjespolitiek, normvervaging. De Belgische ziekte heeft kennelijk ook Vlaanderen besmet in de zaak Moerman. Nu, er komt nog meer. Vorige week hebben we daar al een kleine aanzet over gehad. Dit is nog maar een smaakmaker. En daarom ga ik daar niet over uitweiden, niet in detail over de inhoud. Dat heeft zo zijn redenen. U gebruikt alleen papier om te citeren, meneer Verstrepen. Ja, maar ik heb dat begrepen. Maar het is daarom, ik vind het zeer belangrijk, zeer letterlijk, dat ik die vraag correct stel in het kader van wat er gaat volgen. Dus één vraagje. En elk woord is daar zeer belangrijk. Dus ik zou er graag op willen wijzen en drukken, en eisen bijna, dat ik dit letterlijk mag aflezen. Want ik vind het niet onbelangrijk in deze zeer gevoelige materie dat er geen woord verkeerd ligt. Dat is de enige reden. Ik vraag nu rechtstreeks aan de minister-president. Geniet minister Moerman op dit ogenblik het onvoorwaardelijke vertrouwen van de voltallige regering? Dank u wel, meneer de minister-president. Dat is al, hè. Vandaag is dit mevrouw alles. Maar, meneer De Kaluwe, het woord is nu aan de minister-president. Ja. Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil toch nog even verwijzen naar het debat van vorige week. Toen is duidelijk afgesproken dat over het ontslag hier tekst en uitleg ging gegeven worden, wat ik gedaan heb, en dat de problematiek van de consultancy enzovoort, dat uitgebreid aan bod ging komen in de commissie. Daar zijn verschillende tussenkomsten geweest. De minister heeft ook vorige week hier een aantal antwoorden gegeven, maar er is ook door de minister uitdrukkelijk toegezegd dat in de commissie zeer uitgebreid, technisch, met alles erop en eraan, antwoorden zullen gegeven worden op alle vragen. En ik ga ervan uit dat de commissie zich organiseert om dat zo snel mogelijk te doen en de minister is daartoe bereid. En op uw vraag, collega, Fientje Moerman heeft het vertrouwen van de regering en ik heb geen enkel element op dit moment om daar aan te twijfelen. Ik dank u. Dank u wel. Meneer Verstrepen, wilt er iemand aansluiten? Nee, meneer Verstrepen. Het ging niet meer over het ontslag hier, ik was toch heel duidelijk. Het ging gewoon, en u heeft daarop geantwoord, ik wou weten of dat uw regering het onvoorwaardelijke vertrouwen heeft in Moerman. En wie ben ik om te oordelen dat er in een magazine een aantal nieuwe feiten staan, maar ik kan alleen maar feiten die niet gekend waren in de publieke opinie zijn nieuwe feiten. En wij zijn in de blijde verwachting, effectief, in de behandeling van deze zaak, maar blijkbaar moeten we dan toch een beetje de temperatuur hoog houden, de druk op de ketel zetten, want het is verzet naar onbepaald. En u weet, onbepaald is zoiets. Hoe is dat? Onbepaald is zoiets zoals onverwijld. En u weet uit ervaring wat dat betekent. Dat zijn de werkzaamheden van het parlement waar ik mij niet mee moei, maar ik zeg u heel uitdrukkelijk dat de minister Moerman bereid is om alle vragen te beantwoorden in de commissie zoals gevraagd hier en zoals ook is afgesproken. En andere spelletjes, dat laat ik dan over aan het parlement. Waarvan akte? Dank u wel, het incident is gesloten.